Weg! De jongen zit gewoon aan de deur te kloppen daarbuiten. Wat doet hij nou, man? Wat doet die jongen nou? Hallo, kijkers van Ties Games. Welkom bij een nieuwe, rustige aflevering van Roest. En dan vraag je vast af, hè, Ties was dan weer zo'n hele grappige grap. Ja, want rust betekent in het Nederlands roest. Ja, of gewoon rustig aandoen. Dat dus, dames en heren, doe alvast een duimpje omhoog en hopelijk kunnen we de 1500 likes halen. Het is insane, maar ik hoop het in ieder geval. Het zou super tof zijn, motiveer me super erg voor deze serie. Dames en heren, vandaag gaan we trouwens weer verder waar we de vorige keer waren gebleven en dat was bij Hertog Jan. En wij waren na de serverwipe op de T-Scam server, IP staat in de beschrijving, waren wij dus begonnen met het opbouwen van een stulpje. En dat was best wel gelukt. Maar daar komen we niet zonder slag en stoot van af. Maar dat gaan jullie deze aflevering zien. Veel plezier. Waarom zouden we je niet killen? Hij heeft een pistool, gek. Zo, yo, we killen je niet, man. Zo. Komt goed. Bedda heeft geen kogels. Willen jullie wat spullen? Sla hem. Zie je, hij heeft geen kogels. Je hebt geen kogels, of wel dan? Ik heb 8 kogels. Knap dan neer. Verspil je kogels maar vast dan! Nee. Je wordt bij deze achterna gezeten. Oké, maar mogen we je zeker... Oh. What the fuck? It's a headshot! Misboos. Ik heb hem dood! Ik niet. Ik ben bij Small ergens in de buurt. Hij had heel veel spullen. Nou, bij deze ga ik even suiciden in de hoop dat ik bij jou terecht kom. Oké, man, ik ben er weer. Even kijken, dit was mijn zakje. Oké, nice. Dat bloed neem ik dan ook maar mee, klof. Oké, hij voelt zich nu genaaid, gek. Oh. Ja, dat is niet normaal, hoor. Maar ik wil zijn spul eigenlijk best willen zien. Ja, het zit erin. Wat had hij allemaal? Waar is zijn pistool? Holy shit, wat? Kill me niet, nou bij deze! Sorry! Spijt me, ja. Ik ga vast een beetje dat beest maken, hoor. Ja, krijg maar vast. What the fuck, had stacks met hout, gek. Ik maak even een workbench. Oh, hij voelt zich genaaid. Wacht, mag ik die Pieter 50? Ja, ik denk dat als jij gaat craften, kan ik het even beter behouden, snap je? Hier, wacht even, ik heb hier nog kogels uit een chest. Zo, gelijk een heel inventory vol. Oké, nou moeten we wel snel gaan craften, want ja, hij weet nou waar we zijn. Oké, laten we gaan beginnen met het craften van een kleine foundation. Ik denk dat het het beste is als we gewoon, ja, hier, letterlijk hier... Ja. Ik ben al van deze aan het bouwen voor als hij komt of zo. Je moet er 5 bouwen. Uiteindelijk hebben we er 5 nodig. Want we gaan geen 3x3 doen, dat is zonde. Nee, we kunnen er beter eerst even eentje maken dat er sowieso protected zijn. Ja. Fuck, ik heb gewoon een gun, man. What the fuck? En dan een holo site erop ook. Geweldig. Kan je nu headshotten? Oké, doe maar de nee. We hebben gelijk gewoon een wapen, man. Geweldig, ja, eigenlijk jij, want jij hebt hem eerlijk verdiend, maar... Ik heb hem gedood met... Maar ik neem de eer, ja. Ik moet alleen nog een doorway en 3 muren. Dat doe ik wel even dan. En aangezien je op deze server kan removen, dus dingen die je hebt gebouwd kan je removen, krijg je het weer in je inventory. Wat ben je net aan maken? Oh, sorry. Ik ben nu de wal aan het maken. Oké, dan maak ik de doorway. Oké, ik heb in ieder geval een doorway en 3 muren. Fuck, ik heb letterlijk... Ik heb 6 muren gemaakt. We kunnen het beter doen. We moeten geen deur hebben. We kunnen het beste... Kijk, kom eens naar binnen. We kunnen gewoon zo doen. Ja, maar hoe wil je er nou uitkomen? Removen. Oh, lol, er ligt nou zo'n zakje onder de foundation. Maakt niks uit. Gewoon bouwen, klaar. Jammer. Wacht, ik heb klof. Ik heb heel veel klof, dus je kan hier je slaapzak neerleggen dan. Ik ga ook even low-grade fuel maken voor een furnace. En dan gewoon 5x5, wat wil jij doen? Zo, dat zijn wel hele snelle plannen. Ja, 5x5. Gewoon uitbreiden, blijven uitbreiden. We hebben een dakje boven ons hoofd. Oh, waarom doe je een kip in? Hoezo? Oh, dat hoort niet in een furnace. Dat kan toch? Nee, dan moet je in een campfire. Kan dan niet in de furnace? Nee. Lekker logisch. Kijk eens hoeveel oorsen nu in de furnace zitten. Holy damn, what the fuck? Ja, daar hebben we gelijk een middel door voor. Hoppakee. Wacht, heb je al een kist? Oh nee, een vuurtje. Ja, ik heb wel een kist, ja. Want ze hebben nu gewoon 2 C4 nodig om binnen te komen, of ze wel looten. Ja, mensen snappen hem niet, maar wij wel. Oké, sleeping bag achter je. Mijn heer. Hey, ik slaap hier. Nee, ik slaap daar. Wie zegt dat het mag? Dat is mijn bed! Nee. En ik heb geen zin dat jij naast mij gaat liggen. Jawel, ik ga naast En ook niet met je voeten bij mijn kop. Daar heb ik ook geen zin in.
Jan, oh. Dat gaan we niet doen. Oké, okay, grapje. Lekker in bed mag worden. Ik wil lekker zo. Lekker gezellig. Twee persoons bed toch wel. Oh god. Ik voel hem al hoor. Ik voel hem al. Ik voel hem ook. Oh nee, nee. Nee, Ties, nee dat moeten we niet doen. Niks tegen homo's trouwens. Homo's zijn geweldig. Hoe kom jij nu al aan een large wood? What the fuck? Die heb ik gevonden in de kist bij de tanks. Yo. Nice. Wel toch? Ik weet trouwens niet of we hier een 5x5 op kunnen bouwen. Jawel. Want het gaat heel stijl omlaag hier. Oké, het gaat heel stijl. Wat? Het gaat heel stijl omlaag hier, hè? Hadden we niet beter hier kunnen neerzetten? Nee, het past ook niet. Anders bouwen we gewoon 3x3'tje en dan bouwen we heel snel omhoog. Nou, mensen, we hebben nou een 1x2, dus het gaat de goede kant op. En ja, ik heb er zin in, man. Het wordt cool. We hebben best wel snel eigenlijk dit gemaakt. Het verbaast me best wel. Ja, toch? Maar we hadden wel een kleine voorsprong door die gast die we killden. Dankjewel ervoor. Ik mensen killen. Ik weet niet, man. Ik laat het wapen hier in ieder geval. Ja, anders maken we gewoon even twee hunting. Wat we ja, ik heb al twee hunting. Ik heb al één en eentje zit in de chest. Alleen hebben we wel nog arrows nodig, dus. Dan maak ik. Ik heb daar genoeg spullen voor, hoor. Oké. Okay. Oké, ik heb de ceiling. Plaats hem, jongeman! Plaats hem! Ik heb hem al! Oké, we hebben inmiddels al 68 metal fragments. Lekker. Ik doe, even de, ik doe even de metal fragments in de kist. Ja, ik heb hier ook nog metal fragments. Dus, ja, dat vind ik helemaal mooi. Maar ze kunnen het ook als het goed is nog niet echt reden. Ja, tenzij ze granaten hebben. Dus op dit moment zijn we safe. Het wordt nacht. De donkere mensen komen eraan. Niet zo discriminerend, jongen. Ja, sorry. Ik heb 5 kippetjes voor je van de KFC, gewoon vers. Het is niet vers. Het komt uit een stenen oven. Verser kan het niet. Het komt uit hout. Ik kan totaal niet omgaan met een boom. Oh, ik wel. Ik kan er totaal niet mee aimen. Totaal niet, gewoon niet. Noppes, nada. Maar ja. Hey, hoeveel zijn er metal fragments? Ik heb hier nog 42 metal fragments. Laat mij in de kist. Oké, dan hebben we er nu 100. Dan moeten we er nog 50 hebben. En dan hebben wij een metal deur op onze bakkes. Ja, hey, we hebben nu al 150 metal fragments. Serieus? Ja, kijk in de kist. Er was nog een andere stapel. Oh, mag ik hem craften? Moet je nog 50 hebben? Niet waar, je hebt er toch 150 nodig? Nee, 200. Wat een gay poep, dan ga ik ondertussen wat te drinken halen. Dan ga je wat te drinken halen. Maurice, zeg. Hallo. Hoe ver zijn de metal fragments, mijn jongen? Bijna klaar. Ja, dat zit bij de boot. Oh, hey, Corrie, ik hoor hem aan lopen. Oh, shit. Oh, nee. Dat is ik ben niet bang tactiek. Laat van je horen, mijn jongen, want we weten dat je er zit. We weten dat je er zit en wij komen jou zo meteen opeten. Dit is echt eng, man. Ik kan de deur maken. Ja. Nou, wacht dan maar even mee, want er staat een dude buiten. Kom terug! Waar je ook bent, kom terug! Oké, okay, hij is weg. Jammer. Oh nee, hij komt. Nou, oh, hij is er weer. Tadaa! Hallo, laat van je horen. Oh, ik heb hier de arrows trouwens. Laat de keelgaten klinken. Hier man, pak de arrows. Ik kan totaal niet omgaan met een fucking bow. Dat maakt niks uit. Ik ga het testen op jou. Nee, nee, ho, doe maar niet. Let's test it out. Zie je? Doe maar niet. Wow, blijf stilstaan, blijf stilstaan. Ik hoor niks meer. Godverdomme, ik ben zo slecht hiermee. Het is een beetje lek hoor. Oh. Als tu. Oh my god. Hoeveel damage deed dat? 70. 70? Ja. Dat deed 70 damage. Ja, volgens mij had je headshot. Goedemorgen. Ik doe remove. Als iemand terug is. Ja, doe maar. Oké, snel. Deurtje. Wow, laat mij die plaatsen. Dan kan ik sharen met kaaskroket. Oké, we hebben even gewacht totdat het dag was. En ik ben klaar voor die jacht. Let's go. Oh, mijn shit is kapot. Zo. Let's go! Oh, shit, fuck Ons huisje staat er mooi bij. Oké. Okay. Er loopt iemand. Naar hangar. Er loopt er iemand. Laat van je horen. Tun 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 tun. Ik wil hem ook hitten. Ik wil hem ook hitten. Hoe moet ik hem hitten? Wat moet ik... Moet ik een beetje de pijl volgen of zo? Ja, nee, ik weet het niet. Gewoon schieten. Hij rent weg. Hij is te snel voor. Terugkomen, jongeman. Terugkomen. We hebben eten voor je. Oh nee. Hij is er. We hebben een koekje voor je. Ik heb hem. Ik had hem één keer. Oh, ik had hem ook bijna. Oh shit, dat was een slecht idee. Doe een duimpje omhoog, dan komt er zo snel mogelijk een nieuwe aflevering. Doei.